toeristenverkeer was inderdaad niet mogelijk. Sinds september, eind augustus, begin september, is het dus wel mogelijk om als toerist naar Nederland te mogen gaan als je volledig gevaccineerd bent. Dat heeft dus gemaakt dat er inderdaad nu een grotere stroom is voor mensen die naar Nederland willen gaan. Omdat er die beperkingen, die inreisvoorwaarden voor de volledig gevaccineerden er niet meer zijn. Nederland zag Suriname eerst als een hoog risicogebied met allerlei moeilijkheden. En ondanks er geen verandering is gekomen in de situatie in Suriname, is het nu toch wel mogelijk, als ik het goed begrijp. Ja. Nou, niet alleen een hoog risicogebied, maar een zeer hoog risicogebied met een zorgwekkende virus. Zo werd het vermeld op de website van de Rijksoverheid, tot vrij lang. Vanwege de Manaus variant die hier was. En toen kwam de Delta variant. Laat me het zo zeggen, als bestuur van de ASRA hebben wij pakweg eind juli ongeveer, hebben wij een schrijven gericht aan de ambassadeur van Nederland om hiervoor aandacht te vragen. Wat wij veelal tegenkomen als reisagenten is, we komen het eigenlijk dagelijks tegen, mensen die bij ons dan hun misnoegen, hun teleurstelling, hun vraag, alles bij ons deponeren. Van waarom mag ik niet gaan? Omgekeerd mag het wel, maar ik mag niet. En dan leg je het uit. En enigszins begrip, maar aan de andere kant ook weer niet. Nou ja, die meningen, die teleurstellingen, alles wat we hebben meegekregen, hebben wij dus op papier gezet richting de ambassadeur. Om aan te geven wat er speelt. Die zaken hebben we allemaal geventileerd. Formeel gericht aan de ambassadeur. En niet lang daarna is die versoepeling gekomen.